dat helemaal geen kunstrijnatie is. Maar in 2015 weet hij voor het eerst de wereldtitel naar Spanje te brengen. Het gaat natuurlijk om Javier Fernandez. Drievoudig Europees kampioen, dat kon hij al. En nu ook wereldkampioen. Hij zal nog even door moeten, want een Olympische medaille is nog niet binnen. Vierde was hij in Sochi. Javi Fernandez, de vers gebakken wereldkampioen, had een nieuwe shoku ingestudeerd. Dit hadden we nog niet eerder van hem gezien. En hoewel hij maar één sprong in die demonstratie deed, was het genieten van de eerste tot de laatste seconde. En over schaatsvaardigheid gesproken. Dit was heel moeilijk om uit te voeren, dat kan ik u vertellen. Nou, veel dingen uit balans, ja. Waardoor het alleen maar moeilijker center. Wordt. Het ziet er misschien een beetje klungelig uit, dat was natuurlijk de bedoeling. Het is heel moeilijk. Heel moeilijk qua schaatsvaardigheid. Ja, was genieten van Javi Fernandez. En eindelijk die wereldtitel nadat hij dus twee keer derde was geworden. Drievoudig Europees kampioen.